Er is een heel leuk pakketje. Someone like you. Someone like you. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit lekker op de fiets. Onderweg naar het station. Ik ben nu al buiten adem. Vandaag is de Cookie Dough Bar opening in Rotterdam. Dus daar ga ik naartoe. En ik ga eerst naar Rox toe. Jill komt ook later. En vanavond ga ik gezellig bij Rijs eten. Gezellig dagje. Rox heeft een lekker ontbijtje gemaakt. Ik ben helemaal overbelicht, maar we hebben, en het is echt super lekker. Ik heb de normale Baker's Dough met marshmallows, raspberries en een salted caramel saus. En Rox heeft de vegan dough met, wat heb je eigenlijk allemaal nog erop? Chocola volgens mij? Chocolate chips, dark chocolate chips. Yummy. En Oreo. Oeh. En Jill heeft, ik weet niet wat Jill heeft. The original cookie dough with salted caramel en yoghurtdai. Yummy. Oké, onze buikjes zitten vol. En het was echt super, super nice. Zeker kom ik terug. Ik ben met Jill even lekker gaan zitten bij Biergarten. En het is zo, zo lekker. Ik heb ook een veel te dikke trui aan. En ik heb een heel lekker biertje. Echt genieten dit. Cheers! Dat we een één patatje hebben gedaan. Good morning! Het is vandaag woensdag. En ik heb een heel chill dagje. Ik heb wel een beetje een werkdagje. Ik heb namelijk een aantal campagnes lopen. Dus daar moet ik eventjes foto's voor maken en ook artikelen schrijven. Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe pak? Daar kwam mijn moeder gisteren mee. En hij is echt super chill. En hij is gewoon van zeeman. 10 euro. Nou, dat is toch helemaal fantastisch. En ik heb mijn kettingtje trouwens om van Forever 21, die ik van de week heb gekocht. En ik moet trouwens eventjes mijn nagels doen. Dat wil ik eigenlijk al heel de week. Dat ga ik ook vandaag doen. Mijn nagels lakken. En ik ga nog langs mijn omaatje. Die is een paar weken op vakantie geweest. Dus daar ga ik even gezellig langs. En voor de rest, ik wil vanavond weer The Walking Dead kijken. Daar heb ik zin in. Even lekker wakker worden. Het is toch heerlijk dit weer, jongens. Oh, hou ervan. Ik vertelde jullie al eerder dat ik voor deze mooie poster van Station Stationery op zoek was naar een mooie lijst. En die is nu binnen van Decennio. Check hoe vet. Ik ga hier echt even een toffe foto mee maken. Er is een heel leuk pakketje binnengekomen met allemaal producten die ik echt super goed kan gebruiken. Allemaal zonproducten van Garnier. Super chill. De Clear & Protect in factor 20. Dit is een rijstvermaatje van de Sensitive Expert in factor 50. Een heerlijke aftersun. Heel erg benieuwd naar, want hier zit dus iets verkoelends in. En is ook voor een gevoelige huid. En hier ben ik echt enorm benieuwd naar. Dat is dus hartstikke nieuw. En dat is dus een spray. Dit is namelijk niet alleen een bescherming tegen de zon in factor 50. Ook beschermt het tegen de luchtvervuiling. Het hydrateert heel goed. En wat ik echt super chill vind, is dat dit namelijk ook een soort opfrissende spray is. Dus als jij bijvoorbeeld je make-up hebt opzitten, maar je wil je toch beschermen tegen de zon, kan je deze gewoon zo lekker over je gezicht heen sprayen. En het is een heel fijn formaatje. Dus deze gaat zeker in mijn handtas. En ik ga hem heel snel testen. Hola, het is vrijdag en ik heb echt heel de dag met Nana lekker in de tuin gezond. En nu gaan we lekker eten en Pretty Little Lies kijken. We hebben weer 3 afleveringen opgespaard. En daarna hebben we er nog 4 te gaan.
En wij kijken ook die andere serie. Die heet Famous in Love. Dus die gaan we als het goed is ook kijken. En die is ook echt best wel leuk. Het is even wennen door die Bella Thorne. Die is best bijzonder. Plus, die heeft nu opeens een relatie met Lord Disick. Scott Disick, maar ik noem hem nog steeds Lord Disick. Dus dat gaan wij doen vanavond. Het is vrijdag. En wij liggen lekker op het strand. En Nien is lekker meloentjes aan het maken. En we zijn in Schravenzand eten, toch? Ja, Schravenzand. En het is heel fijn. Oké, halve dag verder. En burnt. Ja, Nina is een klein beetje burnt. Arm kind. Maar we hebben hier lekker een ijskoffietje gehaald. Oh, we zijn trouwens ondertussen in Rotterdam Centrum. En we gaan nu eventjes mijn ouders opzoeken. Die zitten op het terras bij Bokaal, Pannenkoekstraat. Demi komt ook vanavond de stad in. Want we gaan waarschijnlijk een drankje doen bij Biergarten. Lekker chill, relax. Zomerdagje of nee, ja, zomerdagje. Het is een lentedag. Oké, en ik heb voor de verandering. Kom niet laten, jongens. Cheers! Ja. Kijk hoe leuk je eruit ziet. Oeh. Wat heb je gekocht, Wil? Wat heb je gekocht? De top. Welke top? Die. Die heeft een hele leuke top gekocht. Oeh. Maar die kan ik dan altijd nog van je lenen. Yes. Maar dan met lichtblauwe streepjes. Oké, top. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben onderweg naar de stad. Alweer, ik ben echt tegenwoordig elke dag in de stad. Ik ga nu lekker naar Sand toe. Ik ga eindelijk bij de nieuwe huisje kijken. Want die heb ik nog steeds niet gezien. Want zij waren eigenlijk net verhuisd. Net voordat ik wegging. Het was natuurlijk een paar maanden weg. Dus ik ga nu even bij het huisje kijken. En daarna gaan wij lekker picknicken in Vroeskpark. Want het wordt vandaag 32 graden. In ieder geval echt super super warm. Dus we doen lekker rustig aan vandaag. Oké, ondertussen ben ik thuis en ik had een leuk pakketje binnengekregen waarvan ik straks de rest ga laten zien. Maar ik ga eerst even wat testen terwijl ik het film. Dat heet namelijk van Soligne. Ik kan het helemaal niet uitspreken. Soligne. Soligne. Maar anyway, dat is dus om je wenkies en je... Brows. Nee, mijn eyelashes. Ik kom niet op Nederlandse woord, maar maakt niet uit. Om die te verven. En in totaal duurt dit maar iets van 3 minuutjes. Ik heb het net al bij mijn moeder getest. Ik vind dat de wenkies mooi zijn geworden op de eyelashes. Nou, wimpers. Wimpers heet zoiets natuurlijk. Op de wimpers heeft het wat minder gedaan. Maar ik ga het bij mezelf ook even proberen. En dit is dus before. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Mijn wenkies. Op zich zijn ze best wel donker. Maar de uiteinden zijn wat lichter aan het worden. En mijn wimpers. De uiteinden zijn ook wel licht. Dus before. Let's do this. Allereerst moet je dus je wenkies en je wimpers met water of zeep schoonmaken. Ik gebruik water. Dus even eroverheen. Ja, en met schoonmaken natuurlijk überhaupt al geen make-up op, maar gewoon even nog extra afdoen. Daarna moet je dus de Color Activator Black gebruiken. Deze dus. Op een potstaafje.
En je hebt dus eigenlijk ook een beschermingscreme. En van die dingetjes die je onder je ogen kan leggen. Maar omdat ik het bij mezelf nu doe, dat is alleen maar handig als iemand anders het bij je doet. Al moet ik zeggen dat die... die velletjes onder je ogen, dat bleef niet echt zitten. Oké, dus dit moet in totaal 2 minuten inwerken. Oké, dat waren de 2 minuten. En nu mag ik dus de Black Color Gel opdoen. Deze. Deze. En die doe je dus op een zo'n borsteltje. Echt zo'n... Deze doe je dus op een mascara borsteltje. Het is echt zo'n doorzichtige gel. Zodra dat dus mijn wenkbrauwen nu gaat aanraken, dan wordt het ook gelijk zwart. Dus ik ben benieuwd. Kijk, je ziet het serieus gewoon al gelijk veranderen. Oké, zit op de wenkies. Nu mijn wimpers. Een beetje erbij. Het hoeft echt alleen maar aan die uiteinden dus, want die zijn alleen maar licht. En dat hoeft dus nog maar 30 seconden. Oké, ik ga dit van mijn gezicht al wassen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, dit is dus het resultaat en ik vind het eigenlijk wel mooi. Wimpers ook wel. Ja, top. Ik ben ook benieuwd hoe lang dit eigenlijk blijft zitten. Maar ik zal het even linken in de beschrijving, maar ik ben hier best wel over te spreken. Nice. Hola, het is zondagavond en ik heb heel de dag niet gefilmd, want ik was niet zo lekker. Dus ik had echt geen zin om mijn camera erbij te pakken. Sorry daarvoor. Ik denk dat deze vlog sowieso daarom ook iets korter is. Wat heb ik gedaan vandaag? Nou ja, in ieder geval me niet lekker gevoeld dus. En voor de rest heel veel gedaan voor mijn website. Artikel afgemaakt voor morgen. Ik heb een artikel geschreven voor Bewust. Ik heb allemaal foto's gemaakt. En voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar gewoon gelegen. Gewoon lekker plat gelegen. Nog ineens in de zon, daar had ik ook geen zin in. Dus gewoon even rustig aangedaan. Ik hoop dat ik me morgen weer een stuk beter voel. Ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon even zo'n dagje nodig had. Dat ik gewoon echt even bijna niks zou uitvoeren. Ik ben ook deze week elke dag weg geweest en onderweg geweest. En ik merk toch wanneer ik gewoon elke dag heel dag onderweg ben. En vooral 's avonds was ik heel veel weg. Ik weet niet, dat werkt gewoon niet zo goed voor mij. En ik had gisteren ook een superleuk pakketje binnengekregen met een aantal producten. Oh wacht. Ik heb natuurlijk wel voor jullie al, dat hebben jullie kunnen zien, dat ik mijn wenkbrauwen en mijn wimpers had gedaan. Dat zat dus in een heel leuk pakketje. En er zaten nog een paar dingen in dat pakketje wat ik graag zou willen testen en laten zien. Maar dat zien jullie in mijn nieuwe video. Daar begin ik gelijk morgen lekker mee op maandag. En volgende week ga ik ook naar Open Air. Dus ik denk dat het een beetje een soort festival editie zou worden de volgende vlog. Omdat ik ook alvast dan ga kijken voor festival outfits. En even kijken wat ik met mijn haar en zo wil doen. Dus dat is misschien wel leuk om te laten zien. Dus ja. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem alsnog heel erg leuk vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik namelijk heel erg lief als je dat zou doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Of nou ja, volgende week weer. Doei!